Halbzeit oder besser gesagt, als die Mannschaften vom Feld gingen und Schalke den Platz verließ. Jetzt eine Chance und Anschlusstreffer. Wie aus heiterem Himmel, Shota Avelace. Da blitzte seine Gefährlichkeit auf. Der Mann, der, wie ich eingangs sagte, mit 28 Treffern Torschützenkönig der türkischen Liga im vergangenen Jahr war. Hier haben wir nochmal den Einsatz des Georgiers mit dem Angebot aus La Coruña. Da war Lehmann chancenlos. Spelen en veel over de vleugels, zodat er ook diepgang is in het spel van Amsterdammers. Rudy. Nou, Arfalatsi in zijn draai en... Daar gaat hij al! Jongen, jongen! Binnen 30 seconden! Ronald Koeman met een bekeken kopbal richting Arfalatsi. In zijn draai scoren, Ajax staat op 1-0. We zijn 42 seconden aan de gang. En daar... staat op 1-0. We zijn 42 seconden aan de gang. En daar, Doelman. Murco, kijk, goede kopstoot, prima. Van Ronald de Boer en dan die omhaal. Keeper komt er wel met de vuisten bij, maar kan die bal niet meer tegenhouden. Ajax op 1-0. Is dit een droomstart of is het het niet? Komt voor. Met moeite weggewerkt. Arfalatsi rekent niet op die harde voorzet, maar het was erg goed gedaan trouwens van Witsche. Olise vanuit stand. Zit effect aan die bal. Arfalatsi. Dacht even aan buitenspel. Wordt niet gegeven. Ajax aan de leiding met 3-0. Shota Arfalatsi. En zo gaat het hard. Dit is dat schot dat geblokt wordt van Olise. Ja, die verdediging dacht ook aan buitenspel. Maar die bal werd natuurlijk geraakt door de speler van Maribor. Kijk hier. Hier gaat die bal erin. Blijft het bij 6-0 of krijgen we nog een zevende goal? Arfalatsi. Benny. Ja! Rommelt die bal alles wat waren in. Hij brengt de score op 7-0. Benny, wat dat betreft, is dus allemaal uitgekomen wat Frank de Boer 14 dagen geleden in Slovenië heeft beloofd. Terwijl we nog even kijken naar die goal van Benny. Is hij daardoor die verdediging heen rommelt, een ander woord is er niet voor te vinden. Blijft in balbezit en geeft hem toch een tik. Arfalatsi, Benny. Komt Arfalatsi nou nog aan die bal of niet? Delle voragini, soprattutto esterne, nella retroguardia di Zaccheroni, come questa. È un problema purtroppo che resta irrisolto. Guardate Arfalatsi, il tiro e il gol. È arrivato il gol, era nell'aria purtroppo. È arrivato il gol di Arfalatsi al 35esimo minuto del secondo tempo. In questo momento purtroppo l'Ajax è qualificata per il turno successivo di Coppa UEFA e le cose cambierebbero soltanto se l'Udinese riuscisse a segnare un terzo gol. Abbiamo rivisto purtroppo più volte l'episodio e dicevamo proprio i difensori centrali dell'Udinese sì, presidiavano bene gli spazi davanti a Turci, ma fatalmente lasciavano delle voragini aperte sulle fasce laterali nelle quali si proiettavano i vari Dani, i vari Arfalatsi. Hier nicht die gelbe Karte zu riskieren. Achtung, Arfalatsi! Ein Bauerntrick, auf den der VfL Bochum hier reingefallen ist. Der Ball war freigegeben. Hier, eine ganze Mauer schläft. Also das ist ein Spiel, dass keiner der Beteiligten und sicherlich auch Sie zu Hause, liebe Zuschauer,
so schnell vergessen wird. Laudrup. Avelace. Außen vorbei und Tor. Tor durch Jota Arvelace. Außen an Dickhaut vorbei. Ernst erstmals geschlagen. 1:0 für Ajax Amsterdam. Und hier noch einmal. Täusch innen an. Versetzt Dickhaut außen und dann der Flachschuss ins lange Eck. Keine Möglichkeit für Thomas Ernst. 1:0 für Ajax Amsterdam. Und jetzt muss der VfL 3 Treffer schießen. 3 Treffer, 3:1. Jetzt wird's ganz, ganz schwer. That could leave Ajax exposed at the back. Here he goes. Telegraph what he was trying to do. Still tries to get away with the ball now. Here's a great opportunity. And Ajax have pulled one back. And Avelace. Goal number 7 in the UEFA Cup. But put that down to Sunday Olise. Perseverance, that's the word you've got to give him. He looks like he's lost it here. The defender makes a mistake. Olise gets some long legs in. And this is the back heel that sets it all up. Dean Gorey unbalances the defence. Avelace won't miss from there. Here's the perseverance. The defender makes a mistake here. He should just put the ball out for a corner. Olise gets some long legs in. And Gorey's flick is exquisite. Avelace doesn't miss from here. Winter. Kedia. Voordat hij iets deed, lag de verdediger al. Ikedia 1-0. Met de goal van Arvelatse. Toch weer van de rechterkant van die kleine man. Dat was de voorbereiding. En zo valt hij vroeg genoeg, zou je zeggen. Zo is het gelijk. En zo heeft Ajax een fundament liggen. De voorbereiding dus van Ikedia. Goeie voorzet, Arvelatse met het hoofd. Toch weer hij. Die kleine Ikedia. Arvelatse, just beat it. 4-0 to Rangers. So great composure of Teddy Wittes. He's really lifted it too much, but that'll help Shota. He's a confidence player, and in his own admission, he's not the best this season, but I'll tell you what, he's a good player, and that'll help him. I think he'll. De helft van het werk is gedaan. Hier, maar misschien kun je het nog beter, maar. Arvelatse. Zet Johnson weg. Schaas. Goed. Oh, dat is Meerding. En Toledo is er ook. Corner. Op dan. Oh, Harima weer. Naar Dembele. Dembele naar Arvelatse. Jawel! Shota Arvelatse. 3-1. Die had AZ even nodig. Die mooie lange paas van Opdam. Perfect neergelegd door Dembele op de rechter van Arvelatse. Een prachtige goal. De mooie traptechniek van Opdam. De koptechniek van Dembele en de doeltreffendheid van Arvelatse. In die fase voor Braga. Dan Martens. Goede paas. De goal is er dan voor Arvelatse in de 36e minuut. Het doorgaan was van Dembele. Geen buitenspel op het randje. Hij moet dan schieten met links. Dat schot wordt nog geblokt. En dan Arvelatse handig. En dan staat AZ onder toezicht oog van de bondscoach. Op. Jalins voor Ristić. Zo lijkt het er wat meer op. De Zeeuw. Martens, goed. Arvelatse. Ook dat is aardig. En Schaars.